Mijn papa van spinnen. Maar mij niet. Die pakt die gewoon. Ratten en muizen en ook nog spinnenkoppen. Oh. Mijn papa is bang van ratten. Oh, maar die is er echt mega bang van, mijn papa. Zo. Ja, mijn papa kan kijken slokken. Ja, die kan kijken. Mijn papa kookt nooit. Super lekkere pasta diaboliek. En dan zeg je dat dan, Louise, kijk eens. En dan is hij zo schampjes vast en ik heb... Yummy. Ja, meubels maken, zo is meubelmaker. Ik ga later zijn er vaak overpakken. Hij kan goed koken. En hij kan mij goed tot rust brengen. Hij kan mij goed kalmeren. Mijn papa kan goed met een ladder werken om voetbalballen op het dak te halen. Kussen en niet goed de afwas maken en ook niet goed luisteren. Spinnen vangen. Mijn papa kan niet goed van zijn gezin afblijven. Ja, bij mij kan die ook maar niet echt zo goed een kort plasje doen. Altijd zit hij zo een kwartier of zo op het toilet. Mijn een kwartier of zo. Soms zit hij wel een uur op het toilet, hè? Heel veel. Hij maakt mij wakker. Ja, mijn papa snurkt keihard. Totdat ik naar mijn kamer hoorde. Ja, heel dan. Vaak. Heel vaak. Altijd. Als die altijd. Ik was op een reis van 2 dagen. En ik werd wakker, 6 uur 's ochtends of zo. En papa die sliep nog voort. Hè. En ik was zo wakker. Het was pikken donker in die kamer. En opeens zo... heel de tijd. Ik denk dat dat zo een half uur doorging. Met de paas te spelen, want die zegt... Doe dat, doe dit. Maar ik vind dat niet leuk, want weet je waarom? Want ik moet alles tegelijkertijd doen. En dan geeft hij ook onder mijn kloten. Maar ik kan daar niks van doen, want die zegt alles tegelijkertijd. Oh. Ja, ik weet het. Mijn papa zit van 8 uur 's morgens tot 12 uur 's nachts op zijn gezin. Kloten, wat zijn kloten? Kloot, onder de voeten geven gezakt.